paard gevallen. Vertel, wat gaan we doen? We gaan zo een ochtendrondje doen hier. En dan wordt iedereen aan het werk gezet. En wat houdt het ochtendrondje dan in? De taakverdeling wat we vandaag gaan maken. Nou, Astrid, ik heb begrepen dat jij het werk verdeelt. Hoe gaat dat? Nou, de klanten komen bij ons binnen en die komen met de vraag of wij iets voor hun kunnen maken. En dan gaan we bekijken welke cliënten daarin kunnen helpen. Astrid en ik doen het in principe hier samen, alle jongens begeleiden. Astrid is wat creatiever dan wat ik ben, maar ik zorg dat de opdrachten op tijd klaar zijn en dat de facturen naar de klanten gaan. Wat ben je aan het maken? Ik ben de insectenhuisjes aan het maken voor de Belgemeente. Geloof ik komen daar op bepaalde insecten op af dat ze zometeen weer andere beesten die heel vervelend zijn een beetje opeten. Hey Tom, wat ben je nou toch hier aan het doen? Ik ben aan het schilderen. Ja, dat zie ik, maar wat zijn dit allemaal voor die poppetjes? Die kunnen eruit, zag ik daarnet. Ja. En waarvoor, wat is het doel hiervan? Dat zijn poppetjes voor een klant. Ja, Astrid, Tom die maakt hier al die poppetjes in opdracht, maar waar dienen ze voor? Dit gaat naar mevrouw in Brabant en die doet daar een therapie mee. Hey Rens, wat ben jij hier nou toch aan het doen? Een dubbe. Kan je nog even vertellen wat je hebt gemaakt, wat we hier zien? Een vallende ster. En wat staat er op de vallende ster? Kerstbomen, Jozef en Maria. En komt er nog wat bij? Kaarsje. Hey Mark, jij hebt hier een grote machine. Wat ben jij nou toch aan het maken? Wij zijn nu kerstballen aan het maken voor een klant. Alleen dat wordt met de CNC-machine uitgefreesd of uitgedraaid. En daar zijn wij nu mee bezig om dat voor te bereiden. Goh, en doe jij daar ook wel aan mee, Melvin? Heel veel. En wat is nou een CNC-machine? Dat is eigenlijk een computergestuurde freesmachine. Dan hoef je niet alles net de hand te doen. Wie programmeert het? Wij allebei. Tom, je hebt hier net even wat op tafel gezet, een kerstengel. En waar hebben jullie die voor gemaakt? Voor de kerstpakket, voor het Sherpa. En hoeveel hebben jullie er gemaakt? 2150 stuks. Meer dan 2000? Ja. En hoe komen jullie aan klanten? Dat is wel grappig, mond-op-mond reclame.